De Percheil hoor. PL heeft afgelopen vrijdag een succesvolle Biggie's Madé gehouden in het Openluchtmuseum te Nieuw Amsterdam. Dit in verband met de herdenking van 128 jaar Javaanse immigratie. Traditioneel houdt de PL haar activiteiten in Marienburg, maar de partij moest dit jaar plaatsmaken voor de NDP, die besloot om dit jaar haar activiteiten in dit kader in Marienburg te houden. PL-voorzitter Paul Somoharjo vertelt in een interview niet uit het veld te zijn geslagen. Integendeel daagt hij de NDP uit om de plaats van PL in Kommerwijnen over te nemen. Kommerwijnen is altijd van PL. PL heeft nooit verloren in Kommerwijnen. Ook in moeilijke dagen. PL heeft altijd gewonnen. Dus daarom zeg ik, hè, we zijn niet bang. We zijn niet bang voor elke uitdaging. Ze kunnen alles hebben. Hè, ze kunnen gebruik maken van de belastinggelden. Want zoals u weet, terwijl het volk pinaat, terwijl de seniorenburgers naar veel moeite basiszorg kijken, naar ziekenzorg kijken, terwijl de ambtenaren, de landsdienaren naar kleine verhogingen, daar gaan ze feestvieren, enkel en alleen om PL te jensen. Het is niet gelukt. Het is niet duidelijk, meneer, de opzet van hen om ons uit te schakelen is totaal mislukt. Daarom herhaal ik, als er nu een verkiezing gehouden wordt, dat is NDP weggeveegd. En de NDP is alleen gewenen, landelijk. Ik heb gehoord, mensen worden gedwongen zelf. Meneer, als je in de beurs gaat, krijg je een pakket. En de mensen die coördineert, krijgt 500 gulden. Terwijl bij ons, de mensen betalen hun eigen vervoer. De mensen, het voeding, de mensen koken zelf. Wat wij moeten doen, is alleen dan de benodigdheden zoals rijst, suiker voor hun leven. En dat is Coton Royong. De PL-leider stelt dat zelfs de seniorenburgers protesteren tegen het beleid van regering Boutersen. Door massaal gehoor te geven aan de oproep van de PL om Biggie's Madé te vieren in Nieuw-Amsterdam, is volgens Somoharjo het bewijs geleverd dat niemand meer zich voor de gek laat houden. De Biggie's Madé was een protest. Ja? Die Biggie's Madé kan het niet vergeten en vergeven dat PL juist die elk jaar Biggie's Madé organiseert en men probeert van ons af te kapen. De Biggie's Madé heeft niets meer nodig, kijk wij. Ik heb toch niets meer nodig. Wat heb ik nodig? Ik ben al 75. Ik ben de ondergaande zon. Wat ik nodig heb, ik bid dat de opkomende zon echt dienaar zijn van de Almachtige. Echt in alle vrede kunnen leven, naast elkaar kunnen leven. En wij als Wonjowo, wij dansen ons Jarankepang, die andere dansen in Natuk, die andere dansen in Kauina. Maar belangrijk voor ons, we moeten met elkaar en naast elkaar kunnen leven. Hallo Paul Somoharjo, gisteren bij de viering van de Biggie's Madé in het Openluchtmuseum te Nieuw-Amsterdam.